Dames en heren, hiermee zijn we bijna aan het eind van 75 jaar vrijheid. Een prachtig programma met meer dan 46 onderdelen. We zaten op een gegeven moment op 48 onderdelen in een periode van 11 dagen. En dit was het laatste. Maar het begon ooit allemaal in april. Toen een aantal fietsers het idee oppakten om naar Wales te fietsen, om daar het vuur te ontsteken bij de 's-Hertogenbosch Stone in Rhondda-Cynon-Taf, Pontypridd. En om daar dat vuur mee te gaan nemen naar deze stad. En vanaf april, vanaf dat moment, samen met de gemeenteraad, samen met het stadsbestuur daar ontstoken, is het uiteindelijk in onze Sint-Janskathedraal terechtgekomen en heeft het daar onder leiding van het parochiebestuur tot en met vandaag gebrand. En u heeft het ook gezien hier op het podium, het staat ook hier, het bevrijdingsvuur, 75 jaar vrijheid. En dat gaan we afsluiten. En dat gaan we doen met het doven van dat vuur. Er is op een gegeven moment een keer een eind aan een project. En dit project, een heel bijzonder project, een warm project, zoals het verteld is, dat eindigt op dit moment. En het is bijna op het moment dat de stad 75 jaar geleden ook werd bevrijd. Dus hoe mooi kun je het krijgen? We hebben twee fietsers die al meerdere malen in Wales zijn geweest, die al meerdere malen ons ondersteund hebben met prachtige projecten. En die beide fietsers, die zullen nu naar voren komen en die zullen samen met de burgemeester afsluiten 75 jaar vrijheid, 's-Hertogenbosch. Mede namens mijn collega, Nicolette Meeuwsen, namens Pierre Kistes, hartelijk dank. Ja, Jan zei het al, 46 evenementen die we samen hebben gevierd met, om onze vrijheid te vieren. Maar dat had niet gekund zonder al die vrijwilligers, al die mensen die zich zorgen hebben gemaakt, georganiseerd hebben, hand- en spandienst hebben verricht, gastgezinnen, allemaal mensen die meegewerkt hebben aan 75 jaar bevrijding. Het was geen klus van een aantal mensen, het was een klus van heel veel mensen. En een groot applaus voor al die Bosnaren die meegeholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen.